Welkom terug. We gaan in onze eerste sessie duiken. We hebben nu alles op zijn plaats eigenlijk om onze workflow te ondersteunen, dus we kunnen aan de slag gaan. En het begin van ons project, dat vinden we eigenlijk bij het concept en het design van het logo dat we ook gaan uitvoeren. Nu, ik heb daarvoor mijn collega Elke meegebracht, die een zeer grote passie voor tekenen en illustratie heeft en in mijn ogen natuurlijk de juiste persoon is om dit te gaan aanpakken. Welkom. Dank u. Welkom in het kabinet, Michael. Ja, inderdaad. Ja. Dat is hier haar playground ook een beetje waar dat we nu zitten vandaag. Nu, we gaan aan de slag gaan zo dadelijk met Illustrator voor het logo design ook. En we gaan dat doen op de iPad. Dat ding ligt hier al klaar natuurlijk, omdat op dat gebied heeft Adobe ook natuurlijk een aantal mooie tools voor ons. En Illustrator is daar eentje van. Dus daar ga jij zo dadelijk een keer mee aan de slag gaan. Ja. En niet alleen hiermee natuurlijk. Dus maar vertel een keer, hoe gaan we dat hier gaan aanpakken? Ja, voordat we effectief gaan starten op de iPad, ga ik even overlopen. Op de desktop heb ik een slide openstaan waar dan we in de samenvatting van de sessie kunnen zien. Dus we starten eerst met eventjes te hebben. Hè. Een designproces kan uiteraard niet plaatsvinden zonder een briefing. Dus we kijken even kort naar een briefing. Dan hebben we het ook heel eventjes over de name ideation. Hè. Dus je hebt in de eerste sessie al vermeld dat we gaan werken rond een fictief muziekfestival Boostbox. Daar heb ik het heel eventjes kort over. Hoe kom je tot zo'n naam en waar moet je aandacht aan besteden bij het bepalen van een naam. Dan toon ik even de elementen die je kan toevoegen op een moodboard. Dan gaan we kort door de schetsfase en dan starten we effectief in Illustrator op de iPad. Openen we een Illustrator Cloud document, gaan we vormen tekenen, bewerken, samenvoegen, kijken heel kort een blend tool, kleur toevoegen en dan switchen we naar de desktop, gaan we fine-tunen, tekst toevoegen, gradients toevoegen, grafische afgeleiden maken, die gaan we samenvoegen in een key visual die we dan eigenlijk gaan delen als branding in een cloud library voor de verdere samenwerking en uitrol van de campagne. Let's go! Dat klinkt indrukwekkend. Goed. Voilà, ik neem even het XD-documentje erbij, dat eigenlijk de rode draad doorheen deze sessies is. En hierin staat bijvoorbeeld een slideje over de designbriefing. Wat er belangrijk is bij zo'n briefing, is om te weten dat briefings komen in zoveel vormen en kleuren als dat er mensen zijn die die opstellen. Het belangrijkste is dat iedereen de functie daarvan in zijn achterhoofd houdt. En dat is eigenlijk een strategische richtingaanwijzer voor de vormgever of de designer, welk pad dat hij visueel kan ontwikkelen. En dus daar staat eigenlijk de informatie in waarom dat hij visuele beslissingen gaat nemen. Wat vind je daar nog op, normaal gezien de omvang van het project? Dus in dit geval branding voor een muziekfestival, name ideation, asset productie en dan volledige uitrol van de campagne. Nog interessant, de sector, in dit geval cultuursector, dienstensector, muziek. Het verhaal, hè? Dus als je als designer niet mee bent met het verhaal, kun je er onmogelijk op starten. Doelpubliek in dit geval muziekliefhebbers. En wat ook heel belangrijk is, is een soort, in dit geval beknopt, workflow en deadlines van het project. Hè? Zodanig dat je als designer ook kan inschatten hoe ver dat je met dingen kan gaan. Zeker in de conceptfase, binnen de tijd die er bestaat. Ja, budgetten zijn ook altijd interessant om te vermelden. Die zijn meestal gekoppeld aan de tijd die er ingecalculeerd is. Inderdaad. Maar klopt, ga de 3 logo's voorstellen of 1 of 7, dat is een andere budgettering die daar tegenover staat. Wat ik nog even wil toevoegen, ook aan een briefing. Ik vind dat heel goed dat je zegt van dat dient als ja, richting voor de designer om mee aan de slag te gaan. Maar ik zie dat ook een beetje als een overeenkomst tussen klant en designer of uitvoerder, om het zo te zeggen. Want je legt daar heel belangrijke afspraken natuurlijk in vast, waar dat je dan tracht aan te houden. Wat dat in de realiteit niet altijd mogelijk is misschien, maar ik zie dat ook
ook een beetje als een tweerichtingsdocument, om het zo te zeggen. Niet puur top-down van ja, de opdrachtgever naar de uitvoerder bijvoorbeeld. Ja, meestal ga ik ook effectief met die briefing aan de slag. En als ik dan voorstellen ga doen, ga ik ook kruisverwijzen en elementen uit die briefing in mijn presentaties gewoon copy-pasten of refereren ja. naar. Nee. Zodanig dat je bewijst dat met de ontwerpen die je maakt, dat je de strategie omarmd hebt en meegenomen. Ja. Kies de voorroos kan dan bijvoorbeeld een strategische keuze zijn als je voor de sociale sector werkt. Bijvoorbeeld. Okay. Ja, dus even over ons Boostbox Festival. Ik heb hier nog even de belofte gevisualiseerd. Ze willen een duurzaam landschapspark creëren dat muziekliefhebbers samenbrengt. Ze gaan voor een intense muziekbeleving, spectaculaire lichtshows, een geweldig publiek, live performances en unieke soundbeats en artiesten. En ze richten zich op muziekliefhebbers tussen 16 en 55 jaar. De kerndoelgroep is 18 tot 30 jaar. Dus daar gaan we proberen zoeken wat dat hun visueel aantrekt. Omdat dat de doelgroep is die eigenlijk het festival moet aanvoelen als iets waar zij deel van willen uitmaken. Excuseer, mijn micro geslagen. Dan, wat ik meestal doe na zo'n briefing, is voor mezelf een lijstje maken met een vijftal adjectieven die ik echt als strategische toetssteen ga gebruiken. Dus in dit geval heb ik eruit gemaakt, als ik iets ga vormgeven, wil ik dat het er dynamisch, creatief, hedendaags, innovatief en eigenzinnig uitziet. Liefst alle vijf, maar minstens drie van de vijf, als ik iets visueel maak, moet aansluiten bij deze strategische richting. Je kunt die adjectieven ook afstemmen met de klant als je die niet kunt afleiden uit het verhaal of de doelstelling of de missievisiewaarden waar bedrijven of festivals mee werken. Voilà, na de briefing gaan we heel even kijken naar de name ideation. Dus we hadden beslist voor Boost om te werken rond een festival. Uiteraard, een festival kan niet bestaan zonder naam. Logo kan ook niet bestaan zonder naam. Dus zijn we in de name ideation gedoken. Name ideation, mensen, doe je eigenlijk best altijd in samenwerking met een copywriter. In dit geval hebben wij eigenlijk met een soort dumpboard gewerkt waar iedereen zijn ideeën opgesmeten heeft. Dat is eigenlijk een soort van brainstorm met woorden of in dit geval zelfs al uitgewerkte namen geweest. Bij brainstormen is het de bedoeling grote hoeveelheid aan ideeën genereren, oordeelloos erop smijten en dan in een tweede fase gaan selecteren, elimineren of combineren. We hebben dat binnen de groep gehouden bij ons en eigenlijk was dat een artboard in het XD-bestand dat wij gedeeld hebben met elkaar en iedereen mocht er gewoon ideeën op gaan dumpen. Daarna hebben wij daar rond gedelibereerd. Ja, dus de criteria die je kan gebruiken bij name ideation is de naam moet toegankelijk zijn. In dit geval spreken we over een muziekfestival, waarschijnlijk met de ambitie om internationale namen te boeken. Dus het moet internationaal bruikbaar zijn, de naam. Het moet onderscheidend zijn, dus met andere woorden, er mag geen festival zijn dat bijvoorbeeld al Schmoostbox noemt, want dan is Boostbox geen goed idee. Ergens moeten ook de link hebben met wat het is. Hè. Graspop, dat zit op het gras. Er wordt geen pop gespeeld met metal. Maar bon, hè, er is een link met wat het is. Associatief, hè. In dit geval hebben wij gekozen om de link te leggen met zowel de naam van het grote gebeuren Boost als de referentie naar een Boostbox, muziekbox, een woofer. Geen festival zonder boxen. Dus is het geworden Boostbox. En wat dat ook heel belangrijk is, in de realiteit is dat je ook checkt, als je de naam gaat bedenken, of dat die nog beschikbaar is op het wereldwijde web, bijvoorbeeld. Ja. Als de naam Boostbox al gebruikt wordt voor een boxspringmatrassenfabrikant, dan zou ik die niet meer gaan kiezen voor een muziekfestival, bijvoorbeeld. Na de name ideation hadden we natuurlijk een naam, maar dan hebben we ook nog iets nodig als visuele research. En dan kun je bijvoorbeeld als designer een moodboard gaan maken. Daarop kunnen verschillende onderdelen staan, namelijk een overzichtje van de concurrentie, want je moet daar toch mee aansluiten en langs een bepaalde kant u onderscheiden, hè, maar je hoort er wel bij.
Dus hier heb ik een aantal visuals van vergelijkbare festivals verzameld. Dan kan je visuele trends gaan onderzoeken. In dit geval, omdat we een beetje in dat innovatieve jonge hippe zitten, hebben we gekeken wat dat daar wat trending is. Je hebt een mashup tussen 2D en 3D. En dan de grafische trend neobrutalisme, wat een soort anti-design trend is. Dus alles wat je probeert te vermijden, namelijk ruis en korrel, gaat het herintroduceren. Uit een soort nostalgie naar de jaren 80 en 90 heb ik vaak het gevoel. Dus ik heb hier ook een paar beelden samengebracht die dat voor mij wel uitademen. En dan heb ik, wat ik ook meestal doe, is wat kleuren gaan voorstellen eigenlijk al voor mezelf. Ook zal daar wel mee aan de slag willen. En wat doe ik ook meestal? Typografie. Maar daar kunnen ook foto's op staan, illustraties. Eigenlijk alles dat voor u visueel bruikbaar is als werkmateriaal bij de verdere ontwikkeling kunnen daar opsmijten. En dan start het eigenlijk voor mij met de leukste fase, namelijk de schetsfase. Schetsen is voor mij een beetje hetzelfde als brainstormen, maar dan puur visueel. Ik schets graag gewoon uit het hoofd, zonder extra middelen rondom mij. Op papier of digitaal? Eigenlijk maakt het niet zoveel uit. Vroeger altijd op papier, maar ik heb nu voor deze sessie bijvoorbeeld met fresco aan de slag gegaan. En ik was eigenlijk ook wel heel blij hoe proper dat je zo'n file kunt houden tegenover op papier. In no time staat er een prop vol. Maar ik zeg het, brainstormen is genereren en achteraf selecteren. Maar dit is eigenlijk wel net zo overzichtelijk gebleven. Even voor de mensen thuis, Fresco is een van de mobiele apps van Adobe voor op de iPad. Het is eigenlijk een beetje een tegenhanger van Procreate. Procreate is natuurlijk zeer bekend onder de grafici op iPad als tekentool, maar Fresco moet daar zeker niet voor onder doen. Een van de voordelen dat je hebt met Fresco is dat dat natuurlijk onderdeel is van Adobe. Dus dat zit onmiddellijk zo binnen het Adobe-ecosysteem, wat dat uitwisseling met andere apps veel eenvoudiger maakt natuurlijk. Ja, en wat dat dus dan ook een voordeel is, als je in Fresco werkt, dat hangt in de cloud. En als ik dat in Illustrator plaats, kan ik dat gewoon updaten als ik verder schets. Zonder eigenlijk files te moeten gaan wegschrijven, terwijl ik in Procreate wel een exportje moet gaan doen, maar dan eigenlijk nog altijd een link kan updaten. Dus choose your weapon of choice en werk ermee. Gewoon ouderwets scannen of foto's plaatsen kan ook altijd. Dan duiken we nu in Illustrator op de iPad. Om te starten ga ik uiteraard een nieuw documentje aanmaken. Ik ga vandaag even werken in pixels, omdat onze campagne hoofdzakelijk digitaal gevoerd zal worden. Okay. En omdat we dan eigenlijk in RGB met veel feller spectrum aan kleuren kunnen werken, wat dat wel resoneert in dat vintage, retro, grafisch gevoel. En dat die pas naar CMYK. Ja, er is maar een heel klein aandeel, in dit geval naar mij toe, te weten gekomen dat in print gaat gaan. Voilà, dus dan creëer ik een file. En wat dat je nu kan doen, is die afbeelding van die schets eenvoudigweg gaan plaatsen. Dus die hangt in mijn Creative Cloud Files. Okay. Dus hier hangt die schetsfile, waar je er net een timelapse van gezien hebt. En die kan ik dan gaan plaatsen. En die is rechtstreeks uit Fresco. Die is rechtstreeks uit Fresco geplaatst. Ik ga eventjes het elementje dat ik nodig heb gaan maskeren. Okay. En op mijn artboard centraal plaatsen. Ik gebruik die touch control om proportioneel te verschalen. Een beetje de shift-toets van de iPad. Je hebt twee mogelijkheden. Primary is shift. Secondary, vergelijkbaar met de alt-toets. Of option in Illustrator. Wat ik mis als door winter de Illustrator-gebruiker in Illustrator op de iPad is de template laag. Maar je kan dat eventueel wel omzeilen door gewoon te werken met een extra laag. Ik ga die dan de schetsnaam geven.
Oké, en wat ik meestal leuk vind aan die template-laag is dat die automatisch gedimd wordt tot ongeveer 50%. Ik ga dat nu manueel moeten doen. Ja. Ik kan die laag lokken. Het enige jammere is bij Illustrator op de iPad dat die laag dus niet beschikbaar is als ik zou switchen naar outline-modus. Ja. Wat dat wel net zo handig is, omdat je dan eigenlijk, terwijl je tekent in outline-modus, kan controleren. Dus ga ik hier, want dat zit hier op de iPad, naar outlines, dan verdwijnt mijn schetslaag. Nu op zich niet getreurd voor deze sessie, is het ook niet zo'n heel moeilijke schets. Maar miste dat, dan zou het toch beter misschien de template laag maken op de desktop en dan terug switchen. Ja, werkt die dan wel? Als het vandaar, dan moeten we goeie vraag. Goeie vraag. Er zijn functies die ondersteund zijn en er zijn functies die niet ondersteund zijn. Ja. Dus wat dan nog een groot voordeel is van te werken met zo'n cloud file, is dat je die ook kan delen met collega's voor samenwerking. Dus Michaël, als ik zou willen, kan ik die file ook met jou gaan delen. We gaan toch niet met twee tegelijk in een Illustrator file werken? We gaan niet met twee tegelijk in Illustrator kunnen werken. Dat is anders dan in XD. Okay. In XD kan je wel echt samenwerken. In Illustrator ga je toch moeten wachten tot ik de file sluit. Maar wil je straks toch even in de file kunnen, kan ik die wel met je delen. Ik sta er al. Ja, het staat er al. Belangrijke personen zijn niet aanklikbaar. Nee. Excuseer. Maar nu zit hij weer in. Oké, maar ik snap het. Ja, ja. Ik ook. Ik zit vast. Ik ga even de Illustrator. Ik heb het nogal gehad. De beste manier om ermee om te gaan is. Okay. En voilà. Dus de file is hier wel nog aanwezig. Dus we werken even rustig verder. Wat dan nog een voordeel is van zo'n cloud file. Dus ik heb die nu met u gedeeld. Je kan daarin aan de slag. Als ik jou de juiste rechten gegeven heb, dat heb ik nog niet getoond. Mm-hmm. Maar hier bij de settings kan ik u laten erin werken of enkel de link delen voor te viewen. Dan kan ik ook kiezen of je comments kan geven of niet. En een kopietje opslaan. Als ik die file nu met u gedeeld heb en ik wil vermijden dat je mijn artwork verprutst en ik alles kwijt ben, dan kan ik bijvoorbeeld hier ook de versiegeschiedenis van het document gaan oproepen en dan kan ik de versies die voor mij persoonlijk erg belangrijk zijn om te bewaren gaan markeren en een naam gaan geven. En dus dit is bijvoorbeeld mijn setup file waar ik in ga verder werken. Voilà. En dan heb ik die gemarkeerd. Waarom markeer ik die? Deze was niet nodig. De gemarkeerde versies die blijven bewaard in de cloud document. Alle andere versies verdwijnen na 60 jaar. 60 dagen. Doorwerken aan zo'n project. Design vraagt zijn tijd. Ja, ja, ja. Na 60 jaar. Is het klaar? Oké, dus als ik mijn versiegeschiedenis gemarkeerd heb voor ik, of als ik het met u deel, zelfs al ga je dat helemaal overhoop gooien, kunnen we altijd terug. Een soort van time machine. Een soort van. Ja, het is ook niet meer nodig om zo'n document V1, V2, V3 op te slagen als aparte files. Ik kan gewoon die stadia markeren in versiegeschiedenis. Dus, back to the drawing board, veronderstel ik. Dan gaan we even kijken dat ik zeker in de laag zit. Teken eens iets. Verbaas ons met je skills. Ik heb hier zo'n object getekend. En voor deze te gaan tekenen, ga ik aan de slag met de triangle. Die blijft hangen. Met de triangle. Dan zit ik toch op een gelokte laag. Nee. Maak een nieuw laagje dan misschien. Ik ga nog een keer proberen. Ik ga inderdaad even gewoon layer 3 pakken. Hij wil niet mee vandaag, hè? Nieuwe repetities vergeten. Ik ga even super de reserve setup file activeren. Oké.
voilà, die werkt beter. En als ik met die tool teken, dan teken ik automatisch een driehoek, maar hier aan de zijkant heb je een widget waarmee dat je het aantal zijden kan optrekken. En in dit geval denk ik dat we beter aan de slag gaan met een zeshoek. Dat is eigenlijk de polygon tool. De driehoek is de polygon tool. Ja. Dus ik ga nu de strook een beetje bijgeven. Voilà. En dan ga ik met het lijntoeltje ook. Links straks. Die zit er al in. Kan ik hier mijn lijnen gaan tekenen? En je ziet eigenlijk dat dat met die smart guides wel snapt. Maar als ik echt zeker wil zijn, kan ik in die outlines altijd even gaan kijken. En dan zie je dat ondanks al de snapping toch kleine onnauwkeurigheden erin gaan sluipen. Oh. Dat is volledig geselecteerd. Dubbeltik voor het puntje. Voilà. Hier ben ik ook te ver gegaan. Dus een linkje er net voor. Goed. Voilà. En dan kan ik natuurlijk terug naar mijn preview mode om te zien wat ik er mee gedaan heb. Voilà, dat is eigenlijk al het geraamte van wat ik wil gaan maken. Omdat we over muziekboxjes spreken, wil ik ook graag nog een extra elementje gaan toevoegen. Een beetje kleiner maken. Sorry, excuseer. Een klein beetje kleiner maken. Zo, en dan ga ik een duplicaatje maken. Kan ik via deze knop, hein, duplicate, is makkelijk dupliceren. En met de secundaire touchknop, zijn de alt, kan ik van het middelpunt gaan verschalen. Maar het is nog handig, als ik dubbel tik daarop, dan gaat hij eigenlijk in shift-modus blijven staan. Dus wil ik meerdere objecten selecteren, kan dat super handig zijn om dat op die manier te doen. En voor die box te maken, ga ik gebruik maken van de blend. Dat zit hier onder de repeat-opties. Als ik dan zeg blend, dan zie je dit nu helemaal dichtlopen, maar ook hier zie je weer die widget waar dat ik het aantal stapjes van de blend kan gaan aanpassen. Maar ook hier in het properties paneel kan ik eigenlijk gaan kiezen voor twee stapjes bijvoorbeeld. Nu zie je dat hier helemaal dichtlopen met die dikke strook, maar ik ga enkel die buitenste strook wat verdunnen voor wat contrast. Redelijk zoals Illustrator. Op de desktop ook. Ja. Die blendt ook met kleur en zo. Die blendt ook met kleur, maar ik heb nu gewoon gekozen voor de steps. Uiteraard. Logo design doen we nou. Met vaak stapjes. In zwart-wit. Hè? Ja, dus op dit moment zit ik inderdaad nog in zwart-wit. Ik ga hierna de kleuren toevoegen, maar ik werk graag in zwart-wit om eigenlijk heel goed de vorm en de contrasten te kunnen zien. En ik vind nog altijd, als iets werkt in zwart-wit, moet het ook werken in kleur. En als het niet werkt in kleur, dan is het contrast tussen de kleuren niet goed. Maar ik weet dat je bijvoorbeeld heel graag aan de slag gaat met ShapeBuilder, Michael. Op de iPad zit dat ding ook. Ik heb het daar zo vaak over. Ja, ja. Dus morgens, ik heb de ShapeBuilder nog eens kunnen bovenhalen. S'avonds ShapeBuilder gebruikt. Als je die drie vlakken wilt gaan verdelen en zo en die apart kunnen inkleuren, ja, dat is een jobje van een seconde, bij wijze van spreken, op de desktop. En ik doe dat inderdaad meestal met de ShapeBuilder of Pathfinder is een mogelijkheid. Er zitten ook Pathfinder opties in. Show me hoe je dat hier doet. Ja, dus ik selecteer nu even die polygoon en dan ga ik eerst die vormgeving van die strokes omzetten in outlines. En ook deze strokes, deze selecteer, zet ik om in outlines. En dan ook die blend, als ik die ik zal anders. Ja, mijn is dan nog. Dus als ik die blend ook wil gaan shapebuilderen, dan moet ik die vormgeving daarvan eerst uitbreiden, ungroepen en dan kan ik ook strokes gaan creëren. Ik ga nu eerst deze shapebuilderen. Dus hier bovenaan bij de combined shapes zit de shapebuilder en eigenlijk werkt die. Hij is al een shapebuilder, zoals op de desktop door
de vormen te overtrekken. Okay. Ga ze die eigenlijk samenvoegen. Je ziet hier ook de kleur veranderen. Maar dat is geen reden tot paniek. Dat is op de desktop ook. Die kleur kunnen achteraf terug aanpassen. Dat is helemaal goed. Dus ik heb nu één vorm waarvan dat ik de kleur makkelijk kan aanpassen. Je ziet dat ik hier nog gaatjes vergeten ben te verwijderen. Dan pak ik even die shape builder erbij en dan kan ik door te tikken die ook gaan wegsnijden. En als ik dan klaar ben, zeg ik done. En als ik nu de andere... Daarom word ik nu blij van. Voilà, cool. Als ik deze vormen wil gaan samenvoegen, gewoon een klein beetje opletten dat je hier niks mist van die strokes, want daar zitten wel wat vervelende hoekjes en kantjes aan. Dus als je dat... Je kunt astronomisch hard inzoomen. Je kunt goed inzoomen en eigenlijk als je wilt dubbelchecken voor jezelf, kun je altijd in het lage paneel gaan kijken of dat mooi gelukt is. Ja. Dus als je die vorm een beetje bepaald hebt, is het natuurlijk ook altijd leuk om een beetje kleur te gaan toevoegen. Daarvoor ga ik hier de kleuren in het document even gaan bekijken. Dus hier zitten ook swatches in. Net als in Illustrator Desktop komt er een groot aantal default swatches mee. Dus als ik dat wil, kan ik die hier gaan verwijderen. Maar vermits dat we niet voldoende tijd hebben om dat allemaal te doen, ga ik gewoon uit de Creative Cloud de moodboard er even bij halen. En dan ga ik de kleuren die hierop staan eigenlijk snel gaan samplen. Uiteraard in realiteit moeten wel nog uw kleuren een beetje goed zetten. Ik ga ze nu gewoon snel even hier selecteren en met het plusje kan ik daar dan een swatchje van maken. Ja, en als ik me niet vergis, kun je hier ook in uw libraries toch gaan duiken om die kleuren eruit te halen? Dat klopt, maar ik heb ze er nog niet ingezet. Nee, dat is ze waar. Zitten er nog niet in, dus ik ga ze nu rechtstreeks van de moodboard samplen. Dus straks, als onze ontwerp helemaal goedgekeurd is, kan het natuurlijk wel interessant zijn om ze te gaan toevoegen. Maar dan liefst de goedgekeurde swatches en niet alle swatches die we leuk vinden. Cool. Voilà, cool. Dus ik heb nu een aantal swatches toegevoegd. Dan kan eigenlijk dit... bordje terug weg en dan gaan we even inzoomen om de objectjes te vullen met kleur. Hier ga ik bijvoorbeeld Talent Academy Roos gebruiken en dan vind ik dat dit bijvoorbeeld om het contrast te bewaren wit mag zijn. Je ziet het hier wegvallen, dus wat kan er interessant zijn? Extra laag, eentje zal voldoende zijn. Background, want ik wil het graag gescheiden. Voilà, en die hoort dan natuurlijk onder het artwork te komen. Voilà, die kunnen we dan vullen met blauw. Het beste is slotje erop. En dan, als ik hier nu al kijk, komt die box er in het zwart totaal niet uit. Dus gaan we die heel even wit maken. Ik weet niet, voor mij werkt dit nog niet. Dus ik ga even dit vlakje proberen te pakken te krijgen. Ik ga die vorm even moeten ungroepen. Oké, het zijn wel aparte vlakjes. Ja. Ungroep en dan kan ik hem makkelijker te pakken krijgen als hij zin heeft. Vandaag niet. Dan gaan we hem zo verwijderen. Alright. En ook deze vorm ga ik even verwijderen. Die wil wel geselecteerd worden. En als ik dan even mijn laag naar beneden ga, dat is iets te ver. Deze kan ik dan bijvoorbeeld terug een pimpel paars tintje geven. Ja, cool. En zo, dat begint er al meer op te lijken. Cool.
maar mogelijk miste bijvoorbeeld dat gepixeld gevoel van het moodboard waar we het er straks ook over gehad hebben. Ik heb daar wel een ideetje voor, maar daarvoor ga ik switchen naar de desktop. Dus belangrijk hier is even 7. Ga ik hier dat even aan de kant schuiven. Ik haal de desktop erbij. En dan ga ik daar naar Illustrator. En als alles goed gaat, ga hier in mijn files het filetje gesynchroniseerd staan. Nu, voorlopig zie ik het nog niet staan, dus ik ga even naar mijn map waar de setup ook staat om van te vertrekken, moest de sync een beetje achterblijven. Oké. Voilà. Ik had gesproken dat we die gradient korrel een beetje missen. Ik heb daar een documentje voor voorbereid waarin dat ik een gridje gemaakt heb, een pixel gradient gemaakt heb. Dus ik heb een gradient genomen. Ik heb die in Photoshop omgezet naar een bitmap afbeelding. Daar heb ik de resolutie helemaal van naar beneden getrokken naar 1 pixel gewoon. En ik heb die in halftone mode met crosses gegenereerd. En daarna heb ik die alvast nagetekend om mee aan de slag te kunnen, om dit een beetje sneller te kunnen doen. Dan gaan we dat even kopiëren. Dit mag weg. En kleven in dit documentje. Ik ga in deze juist even een andere kleur steken voor een klein beetje meer contrast. Waar zijn mijn swatches? Voilà, oké. En dan ga ik deze met de Free Transform Tool goed zetten. Want zo transformatieopties op de iPad zijn net niet gesofisticeerd genoeg om dat handig en snel te kunnen doen. Dus bij de Free Transform kies ik gewoon voor Free Transform. En dan zie ik dat ik al een klein beetje scheef gegaan ben. Ja, oké. Okay. Ja. Goed scheef is ook niet terecht. Voilà. Nu, met die Free Transform hebben we gelukkig nu de flexibiliteit om dat makkelijk toch naartoe te gaan trekken. Als ik even de vrije vervorming aanzet, kan ik hier wel terug terechtkomen. En dan, als ik tevreden ben, ga ik deze verwijderen. Ook in die compound path moet dat gaatje niet zitten. En deze mag terug geroost worden. Voilà, oké. Natuurlijk geen logo zonder tekst. Helaas hebben we meestal meerdere varianten voor. We zitten nog niet met zo'n grote naamsbekendheid dat we al wegkomen met alleen een beeldmerk zoals een appel. Of in dit geval een muziekbox. Dus gaan we daar ook een swoosh of 3 strepen. Gaan we daar ook een extra artboardje meteen voor maken. Dus ik selecteer hier mijn artboard tool. Ik zorg dat Move en Copy Artwork with Artboard aanstaat. En ik check even in mijn lagenpaneel dat ook mijn background unlocked is. Dan komt die meteen ook mee. Dus dan maak ik daar een kopietje van. Hij zegt ook dat hij gelokte content niet meepakt. In dit geval gaat het over de schets. En die artboard ga ik een beetje langer trekken. Voilà. En dan die background. Die komt even helemaal mee. En dan ga ik de achtergrond teruglokken. En deze nemen we mee. Die is nog niet gegroept. Deze nemen we mee. Naar daar. En dan ga ik eigenlijk echt gewoon beginnen voor tekst met typen van de naam. Boost box. Ik ga er snel doorgaan. Ik ga die nu even upscalen. Ik had op het moodboard het lettertype Monolisk gespot. Ik ga daar de semibold. De bold italic van gebruiken, dat is lekker futuristisch, zo'n italic font. Ik ga ook even een type al in outline zetten, dat ik niet beperkt ben door de
puntgrootte om dit up te scalen. We maken het pretty in pink. En dan even deze elementen samen roteren. Ik vind dat altijd leuk met zo'n italic lettertype, om dat eigenlijk evenwijdig te gaan positioneren met uw canvas. Probeer ik nu even. Ik ken ook mensen dat skewen in de plaats van italic gebruiken. Op zich zouden dat ook kunnen doen. Ik vind, zolang als je de esthetische vorm van je lettertype niet verliest en die eindigt in een soort word art-achtig scenario voor de mensen die echt nostalgisch zijn naar de 90s, kan het natuurlijk een bewuste keuze zijn in dat geval ook. Want dat gebeurt nogal snel, hè, Jensie. Ik ga niet zeggen dat ik mijn handen volledig in onschuld was en dat nog nooit in mijn leven zal gedaan hebben. Maar dan nog kun je achteraf, moest ik dat nu toch schuin getrokken hebben, gaan checken in je typografie of er een italic versie bestaat. En is die er niet en je wilt dat toch schuin gebruiken, zolang als het niet helemaal misvormd is en je hebt het gevoel dat het esthetisch klopt, Michaël, wil ik die discussie graag voeren. Alright, cool. Voilà, dan hebben we nu ons logo. Uiteraard blijft het nooit bij één logo. En heb ik hier in mijn voorbereidingsfiles al een overzichtje gemaakt van een logo met meerdere varianten. Hè. Dus in dit geval een platte roze, eentje met een gradient, een zwarte versie en een witte versie, want het blijft zelden bij één logo en je hebt er vaak ook nog nodig grote schaal, kleine schaal, digitale media, printmedia. Dus nu zitten we enkel nog in RGB, maar de CMYK-versie maakt het ook best apart. Wil je daar meer over weten? Kruisverwijzing naar de drukopleiding van Jensie. Voilà. Dus natuurlijk, branding bestaat nooit uit een logo alleen. Dus ga ik eigenlijk hier ook nog een grafisch elementje bij creëren. Dat we kunnen gaan gebruiken om op ons moodboard of op onze key visual te gaan zetten, die we gaan debrieven naar de designers, zodanig dat we eigenlijk een blokkendoos aan elementen hebben om daarna mee aan de slag te kunnen voor ons event. Ik maak even een extra artboardje aan, juist een beetje vierkant te gaan. En ik kan dan bijvoorbeeld voor dat gevoel van 2D, 3D te maken, ga ik een orb creëren. Ik weet niet of er iemand nog zich die orb herinnert. Ik weet niet of die nog programmeerbaar zijn, hè? Maar voilà, kruisverwijzing. Ik ga daar dus bijvoorbeeld een radiale gradient in toepassen. En met de gradient tool kan ik die dan zo een beetje uittrekken. Dat zo een beetje in dit geval echt een fake 3D orb is. Mm-hmm. Dat is een bewuste keuze. En dan kan ik daar bijvoorbeeld de kleuren van ons kleurpaletje wel in gaan toepassen. En dus dat is de meest eenvoudige manier om zo een fake platte 3D orb te creëren. Is gewoon met een radiale gradient. Maar je kunt daar eigenlijk nog een stap verder in gaan. Daarvoor ga ik nu even een gewone cirkel tekenen. Met een roze fil. Even goed opletten. Ik ga snel gaan. Dus ik kopieer die. Ik plak die in front. Dus commando F of control F feest in front. Ja, dus die twee staan nu voor elkaar. Die zit nog in mijn klembord. Dan ga ik naar mijn transparantiepaneel. Ik maak een masker. En ik plak die nog eens op zijn plaats. Nee. Ik plak die in het masker. Nog eens op zijn plaats. En nu zit hier eigenlijk voor dat blauw object een roze masker. Zo'n transparantiemasker, net zoals in Photoshop, met zwart en wit. Zwart afdekken, wit doorlaten. Ja. Dus als we daar nu een gradient op gaan zetten, even kijken, de standaard black and white gradient lenen uit het swatchespaneel. En ik ga daar die radiale gradient op trekken, zoals daarnet. Hè. Heb ik weer die een orb gecreëerd, in dit geval omgekeerd. Dus ik maar met een gradient mask. Even een transparency mask heb ik nu gecreëerd. En op dat masker kan ik nu een effect gaan toepassen. Effect, textuurke willen we, texture, grain. En in dit geval
heb ik hier de stippeld, even uitzoomen, in dat preview kunnen gaan zien hoe dat zich gaat gedragen. Ja. Je kunt daar nog de intensiteit en het contrast van gaan optrekken. Als ik op oké duw, dan is het grote voordeel daarvan, even inzoomen, het grote voordeel daarvan dat je eigenlijk nu ook bij je gradient tool dat verder kunt gaan manipuleren. Oei, excuseer, mijn gradient vloog hier even uit. Voilà, en wat ik nu nog kan doen, ik zit klassieker nog vast in mijn transparantiemasker, terugklikken op uw artwork als je verder wilt werken, is dan hier een samenspel mee creëren, bring to front, groeperen en eigenlijk kan ik ook in een mum van tijd nog een afgeleide creëren via de edit. Edit colors, recolor artwork en Freak as I am kies ik altijd voor advanced in dit geval. En dan kan ik hier heel snel dat roze bijvoorbeeld gaan veranderen door een color swatch die we klaargezet hebben, zoals bijvoorbeeld deze. Oké, en dan is het kleine broertje meteen ook klaar. Ik kan nog heel veel uitleg geven over vele graphics die ik kan creëren. Ik snelle kruisverwijzing, heb je daar interesse in? Schrijf je in voor de opleiding illustratieve technieken en in no time kom je eigenlijk tot diverse graphics, noodzakelijk voor het creëren van een key visual. Voilà. Want dat zijn niet altijd zo de eenvoudigste bewerkingen. Hè. Wat dat je nu doet met die orb, het is een heel mooi grafisch effect, maar ik weet uit ervaring van veel mensen die met Illustrator werken, dat dat niet voor de hand liggend is. Hè. Het is ook heel rap gegaan. Ik denk dat er heel wat mensen dit wel een keer in de replay zullen vertraagd afspelen. Ja, je kunt dan mee op pauze zetten, maar nu heb ik daar even geen tijd meer voor. Dus als je dan een aantal graphics gecreëerd hebt voor de branding, dan is het natuurlijk net zo interessant voor die designers om ook een key visual te hebben die eigenlijk alles samenbrengt. Alles samenbrengt. En dat is eigenlijk het hoofdbeeld. Dus alles dat gecreëerd wordt, moet ergens het gevoel hebben dat dat daarvan een afgeleide is. Maar Michael, wat zou nu eigenlijk de beste manier zijn, als je al die shizzle gemaakt hebt, om dat op een goede, gecentraliseerde manier met je collega's te delen? CC Libraries. Tonisch. Dat is de enige oplossing. Ja, ik zal bij u even stoppen. Ja, maar even moeten wisselen. Dus voilà. Dan doen we een switchje. Goed. Vintage switching van de klas. Ik ga beginnen met je logo eigenlijk. En ik denk, als ik daar net goed opgelet heb, dan is de background op in een aparte layer. Supergoed, want ik ga die nu gaan exporteren. Dus je weet, om die dingen te gaan gebruiken, je hebt heel wat afgeleiden nodig natuurlijk hiervan, van die file. Niet alleen vectorbestanden, maar misschien wil je ook PNG's en JPEG's beschikbaar stellen op het einde van de rit. En werken met artboards is hier in eerste plaats key in. Dus dan weten, misschien weten de meesten dat wel, die met Illustrator werken. Als ik nu naar export ga, dan heb ik daar export for screens of export as. En dan kun je natuurlijk beroep doen op al die artboards hier. Dus de export for screens, die toont mij netjes alle artboards. En ik kan hier onmiddellijk zeggen, kijk, geef mij SVG-bestandjes. Maar ik wil daarbij ook PNG-bestanden. En ik wil daarbij misschien ook JPEG-bestanden tegelijkertijd. Voilà. Van elke artboard onmiddellijk 3 varianten. Dus dat is al super cool. Zeker als je oplevering moet doen aan uw klant of zo. Van al die logo's ga je dat hier heel snel kunnen outputten. Nu, ik ga dat eventjes niet doen, want ik wil eigenlijk voor ons grafisch team de kern Illustrator-bestanden gaan delen. En ik wil ook die aan een CC-library toevoegen. Nu, dat is een beetje een wistje datje eigenlijk, om het zo te zeggen, want dat zit nogal verstopt. Illustrator was namelijk daarnet geen optie om te gaan exporteren. Nu, wat moeten we daarvoor doen? Ik ga een save as of opslaan als. Dan krijgen we eerst reclame te zien dat die wil dat we in de cloud blijven opslaan, maar dat ga ik niet doen. Ik ga zeggen save on your computer. Oké, nu komt de eerste catch. Als je save as doet en je kiest voor Illustrator hier onderaan, dan lijkt de initieel niet aan de use artboard functie te kunnen. Wat dan natuurlijk wel jammer is. Nu, dat gaan we even negeren. Ik ga het op de desktop ook eventjes dumpen als je dat niet erg vindt. Okay. Clean desktop, voilà. Dat is een map.
mapje. Hè? Ja, ja, ik weet het. Ik denk dat we daar maar best niet gaan kijken in dat mapje. Hè? Ik heb ook zo'n mapje. Bij mij noemt dat sorteren. Ja. Dus goed, dus ik ga naar hier. Ik hou dat op Adobe Illustrator. Ik klik op bewaar en dan krijgen we dit dialoogvenster. Eentje waar dat de meeste mensen gewoon knal aan voorbij vliegen aan dat venster. Super dat tof. Beamen. Maar hier zit dus de optie verstopt als je hier kijkt. Save each artboard to a separate file. En dan ga ik al artboards vragen. Ik klik op oké. En nu spuugt hij eigenlijk van elk artboard een aparte Illustrator file uit. Ik ga dat ook kunnen tonen hier op de desktop. Als ik die er even bij haal, bureaublad, ik heb natuurlijk geen submap aangemaakt. Dus geen probleem, dus hij is clean. Voilà, hij is clean. Nu, ook één dat ik wel nog tof vind, dat ik een keer per ongeluk ontdekt heb. Je hebt hier al die files nu staan. Zolang dat je deze file niet sluit, kun je hier nog aan gaan werken. En als je saved, vraagt hij om al die geëxporteerde nog te updaten. Zodra dat je deze file afsluit, is die connectie verbroken en zitten allemaal losstaande assets. Dat is nu eenmaal zo. Goed, nu, die files die staan er in de Finder. Dat is great. Ik heb hier uw Creative Cloud desktop applicatie. Ik ga naar bestanden, ik ga naar jouw bibliotheken en dan ga ik een keer kijken. Boost. Wacht, scroll. Ja, deze. Boostbox 23. En dan ga ik die open doen. Kijk, we hebben hier al logo's voor web. Nu, ik kan misschien eventjes hier nog een groep toevoegen. En ik ga dat logo varianten noemen. En dan ga je zien hoe simpel dat eigenlijk is om die toe te voegen. Ik haal de Finder erbij. Ik selecteer eerst tot en met laatste en ik dump die gewoon allemaal in die CC library. En die worden nu geüpload en heel ons team kan daar direct al mee aan de slag eigenlijk met die bestanden. Super cool. Hè? Kleuren? Zinken maar. Wel, it's a wrap voor deze sessie, denk ik. Moesten er nog graphics bijgemaakt worden, kan ik die natuurlijk nu makkelijk in die bieb kleuren en delen. Allee, die delen zichzelf met iedereen die er al in kan. Ik ga juist nog even het overzichtje van de workflow tips die ik toch wil aanhalen, vermits we onze focus op workflow leggen van deze sessie. Dus mijn Illustrator Cloud document, heb je uw document overal ter beschikking waar je kunt inloggen met je Adobe ID. Gebruik je om op de iPad of de desktop te bewerken. Let op, sommige functies in de iPad zijn beperkter, bijvoorbeeld 3D-effecten. Die babbelen nog niet met elkaar, misschien ooit in de toekomst. Je kan zo'n document ook delen voor samenwerking of enkel voor feedback. En de versiegeschiedenis, als je die gebruikt, dan blijft alles overzichtelijk. Zit niet met de Final Dev en de V5 en de V7. En met de Creative Cloud kunnen die assets dus makkelijk centraliseren en delen met jullie team voor de verdere uitrol van de visuele campagne van bijvoorbeeld een muziekfestival. Alright, top. En dan ga ik deze stoel verlaten en plaatsmaken voor mijn zeer gewaardeerde collega Jensi. Maar dan wil ik nog vragen, waren er nog vragen? Ja, inderdaad. Ik heb de chat hier openstaan. Ik ga er eventjes kijken en ik luister ook even naar mijn team hierachter of er zaken zijn die nog onbeantwoord zijn gebleven. Zijn er zaken die onbeantwoord waren, Jensie? In de chat? Was er iets onbeantwoord of zo? Nee, voorlopig niet. Oké, goed. Werkt die versiegeschiedenis ook op de desktop? OSense, yes. Als je met een cloud file werkt, ja. Hè? Dus inderdaad, je hebt dat misschien al gemerkt, OSense, als je een Illustrator file op de desktop opslaat, dan krijg je ook de keuze om dat oftewel lokaal te doen of in de cloud. En dus die versiegeschiedenis is eigenlijk gekoppeld aan zo'n Adobe Illustrator cloud file. Wat dan ook een mogelijkheid is, als je die in je Creative Cloud files opslaat, daar zit er ook een versiegeschiedenis in verborgen. Dus ook van files die je in je Creative Cloud file opslaat. En achteraf wel bewerkt. Verwarrend is, zijn twee plaatsen. Ja. Ja, dan ga je die daar ook eigenlijk kunnen terugdraaien. Dus ja, die versiegeschiedenis werkt. Alright.
vooraf die vraagt of dat de opleiding illustratieve technieken puur over Illustrator gaat? Ja, in, bij ons in dit geval zoomen we wel meest in. En dus we geven die vanuit Illustrator. Ik weet, er zijn nog illustratieve technieken, zoals bijvoorbeeld in Procreate. Daar hebben we een aparte opleiding voor. Mijn focus ligt meestal op Illustrator, maar ik heb ook nog collega's die in andere opleidingen, bijvoorbeeld in Photoshop, gaan uitleggen hoe dat je sprankelende blikvangers kunt maken en zo. Daar komen eigenlijk ook technieken aan bod die je in illustraties zou kunnen gebruiken. Yes. Alright. Ja, geen analoge technieken. Volgens dat beantwoord. Analoge technieken, daar gaan we eigenlijk, wij zitten eigenlijk wel meestal op digitale platformen. Natuurlijk analoge technieken. In Photoshop kunnen bijvoorbeeld uw getekende illustraties echt, gaan. Echt bedoeld op papier en ja, zo. Analoge technieken. Wij gaan niet u leren hoe dat je moet tekenen aan zich, maar wel gaan uitleggen hoe dat je de tekeningen kunt gaan digitaliseren, bewerken en eigenlijk reproduceren meer dan echt het tekenen op zich. Dat is, daar hebben wij geen opleidingen over. Ja. Oké, goed. Nu, ik zie dat onze tijd voor de uitzending hier erop zit. Misschien kun jij wel nog een keer eventjes in de chat duiken en zien of er nog vragen aankomen. Want ik zie hier toch wel nog een paar vragen. Dus, en dan zal elke die zo dadelijk verder beantwoorden in de chat. Oké, ik maak plaats. Yes, wij nemen terug een break van 10 minuutjes. En dan zien wij elkaar terug. Om 10 na 11 voor de volgende sessie met Jensie.